Ik weet niet of de buurt hier heel erg blij mee is, maar... Vet, hè? Ja. Ja. Hey meisje, ik kan je niet meer ontwijken. Ik weet wat je wil bereiken. Jongens, meisjes, dames en heren, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is een hele leuke dag. Ik heb namelijk een hele vette auto mee. En ik ga straks een fan verrassen met een nieuwe camera en een ritje in deze hele vette auto. Ik ga jullie zo de auto laten zien. Gisteren heb ik deze auto dus opgehaald samen met mijn broer. En heb ik ook nog een paar andere auto's gereden, zoals deze. Ja, het is vooral het doorschakelen wat jij heel vet vindt. Ja, dat dacht ik al. Ik hou van doorschakelen. En daarna ook nog in deze. De volgende auto waar we in gaan rijden is deze. En dit is een 53. En dit is ook een 6 in lijn. En deze auto die blijkt dus gewoon 215.000 euro te kosten nieuw. Er zit alles zit erop. Echt alles, zei hij. Maar dit is ook echt wel een kanon, hoor. En mijn vader was die dag jarig, dus ik dacht ik ga een grapje uithalen om net alsof te doen alsof die auto dus zeg maar een cadeau is voor zijn verjaardag. Pap, ben je er klaar voor? Doe maar je ogen dicht. Doe maar je ogen dicht. Gewoon al wat. Ik heb een cadeau voor jou. Okay. Dit is jouw verjaardagscadeau. Loop maar mee. Loop maar mee. Loop maar mee. We gaan eventjes hier omheen. Ja, even afleiding. Dat is een beetje gevaarlijk, vind je? Zie je dat? Dit bedoel ik. Oké. Okay. Ga ja? Hier maar staan ja? En doe maar je ogen open. Wat is dit nou? Verrassing voor je verjaardag. Ja, maar ik hou helemaal geen niet van taxis of zo. Dit is geen taxi, kijk hier. Het is een Uber. V8? V8je? Ah, dat is wel mooi. Wil je even een stukje rijden? Ja, kunnen we wel proberen toch? Ja. Nee, het was een grapje. Dit is niet voor je verjaardag, papa. Dit is, ik heb deze een weekendje meegekregen. Oh. 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 Ja. Nou. Goed, we gaan even een stukje rijden, kijken wat hij ervan vindt, want hij heeft Wow. Maar goed, ik heb er dus heel veel zin in vandaag, want ik ben heel erg benieuwd hoe de fan gaat reageren. Het is een carspotter en ik heb dus ook een camera voor hem, dus dat is fucking leuk dat hij dan ook gewoon foto's kan maken straks van andere auto's. Want hij zei dat hij nu gewoon met een fotocamera gewoon van zijn telefoon van 90 euro foto's maakt van auto's. Dus dat is hartstikke leuk, maar we gaan zien wat zijn reactie is. Het is echt een perfecte dag vandaag om lekker te gaan rijden. Want er zit heel veel pk op de achterwiel, er zit 510 pk in de auto. En als het regent en je geeft gewoon goed gas, dan slippen de banden weg. Wat wel heel erg leuk is om mee te spelen. Maar goed, ik ga eventjes de auto laten zien. Hier staat hij dan, jongens. De C63 AMG S. Wat een bak. Ik vind het echt een hele lijpe auto. Ik heb er gisteren ook heel lang in gereden. Maar kijk even. Vier dikke uitlaten eronder. Er zit een V8 in. En een V8 heeft een heel vet eigen geluid. De Ferrari van Gio die heeft ook een V8 motor. Maar dan zonder turbo. Deze heeft wel een turbo. Dus deze klinkt iets zwaarder. Maar ja, hij is wel heel erg dik. En ik vind het echt super vet dat ik deze even een weekend heb meegekregen. Dus sowieso thanks autobedrijf Van Os en smileycars.nl. Echt een hele lijpe bak. Ja. Wat zijn we aan het doen? Kom hier met sleutels. Huh? Kom hier met sleutels. Waarom? Ik heb het toch niet betalen. Kom hier. Nee, ik wil eerst... Wat vind je van deze auto? Ja, dik. Ja? Ja, wel echt een pooienbak, maar... Ja, echt. Ja, dat is dat. Het is wel echt natuurlijk echt zo'n... Ja, ook omdat die wit is natuurlijk. Het is wel echt zo'n inderdaad zo'n goede pooienbak, maar hij is wel dik. Hé, hey, jij gaat eerst even naast mij zitten. Dan ga ik eerst even laten... Nee. Jawel. Ik ga eerst even laten horen wat hij allemaal kan. We staan bij het tankstation. Ah, want deze auto die slurpt en die slurpt. Het is een V8. En dat, die vraagt heel veel benzine en die maakt ook heel snel de benzine weer op. Maar goed, Gio die gaat eventjes de auto reffen, want we staan hier mooi onder een afdakje. Dus dan kunnen we hem even goed horen. Doe even reffen. Doe even reffen. Oh. Goh. Shot the circle. Yo. Hé, hey, ga jij er eens achter staan? Zo in GTA toch als je iemand doodrijdt? Ja. Ga jij er eens achter staan? Jeetje. Best dik, hè? Ja. Is het stok exhaust? Ja. Stok exhaust? Ik ga met full tank, jongens. Dat is wel het enige nadeel, jongens, van snelle auto's met hard geluid en allemaal leuke motoren. Je betaalt echt heel veel geld voor benzine en je staat ook heel vaak bij de pomp.
Dit is de tweede keer in 2 dagen dat ik moet tanken en daar gaat ongeveer 120 euro in. Dus ja, toch mooi 250 euro kwijt in een weekend. Nice. Zo, Gio zit nu eventjes in de auto en die gaat even zo, Jezus Christus, doe eens even normaal! Ja, het geluid is wel lekker, hè? Ik denk als je hier gewoon een paar dempers onderuit haalt, dat je echt een lijp geluid uitkomt. Maar moet je nagaan dat het nu al echt keihard is. Ja. Als je daar dempers andere uitlaat, zo. Het is tijd om de winnaar op te halen van de giveaway. En ik ben heel erg benieuwd naar zijn reactie. We gaan natuurlijk de camera geven en we gaan een rondje maken in de G... Of de, nee, de C63. Nee, de G is even iets groter. Oh, nee? Hey, doe je, rij maar achter mij aan. Gio die gaat met zijn eigen auto, want ik moet natuurlijk deze auto straks weer inleveren. En dan moet er wel iemand zijn die mij terug mee kan nemen naar Krimpen. Dus Gio gaat gezellig met me mee. Kijk eens even gezellig op de pont. Ja. Hey, jullie ook hier? Nee. Wat, Sorry hoor, dat was ik niet hoor. Nee. Even op zich. Goeie joke wel. Wat wil je zeggen? Nee, een leuke auto. Nou, dan niet. Ja, we staan weer langs de weg en we gaan even een lekkere tussenstop maken. Wat wil jij? Een carpaccio. Ja, ga maar halen. Wat wil jij, Jade? Wat wil jij? Een carpaccio. Ja, dat is goed. Hier is je mondkapje. Ga maar halen. Nou, als er trouwens nog carpaccio is. Het blijft altijd echt een wedstrijdje wie er uiteindelijk het broodje gaat halen. Maar deze keer heb ik verloren, dus ik ga een broodje halen. Ze hebben vandaag geen broodjes. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Kan iets naar beneden, nog iets meer. Nog iets meer. De broodjes zijn op. Godverdomme. Goed, daar staan we ergens in de buurt van Den Bosch en we zijn bijna bij de winnaar van de giveaway. En dit is de camera die we gaan weggeven. Een hele mooie Canon, kan hij mooie foto's maken van zijn auto. Dus ik ga dit eventjes voorin leggen. En dan rijden we naar hem toe en dan, wat ik net ook zei, ik ben heel erg benieuwd naar zijn reactie. Maar we zijn er dus bijna. Kijk eens eventjes. Kijk eens eventjes, hier hebben we de winnaar van de giveaway. Wat vind je ten eerste van de auto? Mooi, zeker heel mooi. Ja? En jij bent carspotter toch ook? Ja. Ik hoorde dat en ik had op je Insta gekeken en ik zag dat jij dus carspotter was en dat je nu foto's maakte gewoon met je camera, met je van je telefoon. Maar, ik heb iets moois voor je. Kijk eens jongen, ik heb hier een Canon 2000D voor jou met een simkaartje erbij. En ik hoop dat jij dan hele mooie foto's kan maken van auto's en nog veel... Ja, veel lang, lekker lang kan gaan carspotten. Ben je een carspotter ook of niet? Ja. Oh, echt waar? Maar ik doe het maar iets van 2 weken. Ik heb heel... Nou, dan heb je nu een goede camera. Maar hij deed het eerst met zijn telefoon van 90 euro, zei hij. Nee joh. Ja, dus ik heb, nu heeft hij, dus daarom is het helemaal top. Nou, beter. Ja. Mooi. En we gaan natuurlijk ook een rondje rijden. Zo, wat vind je van de auto? Heel erg vet. Ja? Echt vet. Doe dat we gordel maar om, want we gaan een leuk ritje maken. Zal ik hem even reffen voor je? Ja. Doe hem even het raam open. Komt ie, hè? Ik weet niet of de buurt hier heel erg blij mee is, maar... Vet, hè? Ja. Oh, we zitten nu in de auto. En wat vind je ervan tot nu toe? Heel erg. Ja, vet, ja. Hè? Woe! Lijp, hè, dat geluid van die V8. Ja, heel vet. Wat voor auto zou je graag zelf willen? Als je zou, zeg maar, zou mogen kiezen tussen elke auto, welke zou je kiezen? Ja, ik denk... Lamborghini Aventador nog eens. Aventador? Ja. Ja, je hebt een Lamborghini Aventador SVJ of je hebt een normale. Maar SVJ. SVJ, ja. Dat is dan ook wel gelijk de duurste en de dikste. Maar ik snap je keuze wel, ik snap je keuze wel. Zo, daar zijn we weer. Ja. En wat vond je ervan? Super gaaf. Ja? Ja. Ben je ook blij met je camera? Jazeker. Mooi zo. En ik ga je Instagram in de gaten houden en dan zie ik wel allemaal vette foto's voorbij komen. Ja. En ik hoop dat je een beetje vette foto's kan gaan maken. Ja. Nou, fijne dag verder. Fijne dag. En succes met de carspotten nog. Ja. We zijn aangekomen bij het autobedrijf bijna. Maar hier is nog één tunneltje, dus laten we er nog één keer van genieten. Komt-ie. Ja, we zijn weer bij autobedrijf Van Os. En ik ga hem weer inleveren. Ik heb een heel leuk weekend gehad met deze auto. Maar nu gaat taxibedrijf Gio van Latoy mij weer terugbrengen. Yeah. Let's go. Nou, wel leuk. Zit je net allemaal stoer gas te geven in een C63. Zit je gewoon achterin. En vervolgens zit ik gewoon achterin weer. Nee, maar wat ik net ook al zei. Ik vond het echt leuk om even een weekend in die auto te rijden. Weer echt compleet anders dan mijn eigen auto.
Maar ik heb ook wel weer zin om in mijn eigen auto te rijden. Maar we gaan nu lekker terug naar Crimpen. Crimpen. Yeah! Woo! Hey meisje! God! Het is al helemaal donker in huis, alleen in de keukenbrand nog licht, omdat ik nog eventjes de video voor morgen ga editen. Maar wat heb ik een leuke dag gehad met de auto en ik ben heel erg blij dat de winnaar van de giveaway ook heel erg blij was met de camera. En ik zag hem helemaal glunderen net, want ik heb al een stukje geëdit, zag hem helemaal glunderen als ik aan het optrekken was met de auto. Maar ik heb een hele leuke dag gehad en ik ben heel erg blij dat de winnaar zo blij was met de camera en dat hij zo aan het glunderen was in die auto. Dat is altijd leuk om iets terug te doen naar je kijkers. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Maar goed, ik ga hierbij de vlog afsluiten, want het is lekker laat. Ik ben moe, ik ga nog eventjes editen en dan ga ik lekker naar bed. Dus vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.